Ja, ik denk van, ik wil gewoon, ja, het moet leuk zijn. Een klimaat scheppen waarin niet meer is. Ja, kan gewijden. Kan ontwikkelen, kan ja, ja. Zichzelf. Dat is een weer. Dat is de stemming. Ja. Een van de mooiste dingen, denk ik wel. Ja, dat werken de vrienden in Brussel en... Ja, nou, ik heb ze... Ja. Oké. Okay. Wacht even. Projecten. Even een bloedje trekken dat die nog eens terug. Kijk, deze die is ook meteen als ik aankom, denk ik, hier mag die eigenlijk iets terug. De, moet ik eens maar kijken, de, ja, ik kan dan misschien wel eventjes een tekstje geven. Misschien daar een ja, beetje. Ja, zo, tuk, en dan aan die kant. Werktuigen werken, of ook met schuurpapier, met staal. Ja, dit lijkt me leuk om dan... Dus in het midden moet u weg. Nee, ja, ja. En dat wat een beetje, nou ja, al een beetje vaag is, dat mag dan rood worden met zwart. Snap je? Mm-hmm. Want ik ga
kan nou weg. Dus je moet in het midden weghalen. Ja, nou, ik zeg dan, wat zei je met dat? Ofwel nou, zoiets. Ja, maar doe eens. Hoe diep of hoe zwart? Gewoon als je het weg ziet, als je ziet dat het weg is, dan is het goed. Als er een vlekje zat wat ik niet mooi vond, weet je wel. Ja. En nou moet ik dus eigenlijk min of meer gaan tekenen. En dat is anders. Ik ga de met de spons ook helemaal. Ik merk trouwens dat de vuur wordt veel. Kijk, het moet niet roze worden. Nee, zeg dat. Nee, maar zien, nu zitten we Duits. Ja. Dan drukken we hem al eens zo. Op een proefdruk. Mm-hmm. Ja, ik denk dat ik dat. Zeep is eigenlijk. Nou ja, het is strak, hè? Ja. Dus daar moet ik ook rekening mee houden. En dit ontstaat natuurlijk met dit materiaal, omdat het ene vet is. Ik kan niet meer drukken. Nee. Hij moet dik genoeg geschilderd zijn, maar zo die dikke kloos. Ja. Hij moet net even droog zijn. Nee, dat is gewoon maar voor de snelheid. Hij moet net even droog zijn voordat ik die af was. Even terug. Welk? Scherper zetten. Ja, dus dat, ik vind dus dit. Ja, wel. Ja, geef me. Oké. Okay. Mm-hmm. Yeah.